Dames en heren, goedenavond. Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door mensen die in hun leven alles zijn verloren. En door mensen die zich ondanks alles blijven vastklampen aan hun vroegere status of aan hun gebroken dromen. Een man die ik nooit zal vergeten uit de reportage Vergane Glorie is burggraaf Michel de Mézières. Zijn fortuin was hij verloren, maar toch bleef hij wonen in een van de kamertjes van zijn gigantisch kasteel. Hier in dit 19e-eeuwse landhuis woonden generaties lang rijke families die niet alleen geld hadden, maar die vooral belang hechten aan hun status en levensstijl. Nu worden relicten uit die tijd verkocht als antiek, omdat de moderne mens die het kan betalen op zoek gaat naar de charme van weleer. Want het leven is een slingerbeweging. Fortuinen worden gemaakt en fortuinen gaan verloren. Dan blijft alleen de nostalgie over. En voor sommigen die geen afscheid kunnen nemen, de vergane glorie. In de hopstad Poperingen woont Erik. Een man die vroeger een van de vele hopboeren was uit de buurt. Maar de teelt van hop, het basisproduct om bier te brouwen, is de laatste jaren drastisch achteruit gegaan. Erik heeft zich daar niet bij kunnen neerleggen. Hij bleef hop kweken op een moment dat de hopprijs instortte. Zijn bedrijf ging teloor, maar Erik wilde niet wijken. Goedendag. U bent Erik. Ja, ik ben Erik. Ja. Dag Erik. En u bent de bezoeker. Wally. Wally. Goedendag. We zijn meneer Jambers of Pol. U mag zeggen wat u wilt. Pol is kort. Dat is kort, ja. Kort en goed. Zo, we zijn hier de hopstreek. U bent een hopbouwer altijd geweest in uw leven. Ja. Is dat gedaan nu, die hopteelt? Niet volledig. Nee. Het is stief geminimaliseerd. Had u een groot bedrijf hier vroeger? Vroeger? Een redelijk groot hopbedrijf, ja. Het bedrijf was de trots van zijn vader en ook van Erik. Hop werd op een bepaald moment het groene goud genoemd. De hopboeren werden steeds rijker, maar de tijden veranderen. Je hebt nog redelijk veel honden, zie ik. Veel te veel. Gezonde streken zijn. Dat weet ik goed. De honden hebben het eens zo indrukwekkende, maar nu vervallen bedrijf ingepalmd. Dat is om hop te plukken. De machine dateert van 1960. Erik had geïnvesteerd in de modernste machines. Hij geloofde in de toekomst van de hopteelt. Maar de Belgische brouwers begonnen goedkope hop in te voeren uit Amerika. De hopboeren die zich niet op andere teelten richtten, raakten in de problemen. Op financieel gebied kon Erik zich heel wat permitteren. Maar de trotse hopkweker raakte ontmoedigd en uit stil protest liet hij de zaak verloederen. Mag ik nu vragen waarom u alles hier laat liggen? Want u zou toch alles kunnen laten wegnemen en dat u er vanaf bent? Of is het ergens dat u nog die sfeer wil behouden van vroeger? Dat is echt hoe het is er. Nee, dat is niet meer wet. En dan die karretjes. Die zakken karretjes, dat dienen er ook voor doppen naar rust te voeren. Nee, de ranken. Speciale markten, lange karretjes gelegen van de grond. Bent u dan na de hop op andere teelten overgeschakeld? Ja. Wat bent u dan? Aardappelen, maïs. Nog altijd nu? Ja. Maar voor Erik was het plezier eraf. Hij was toch alleen en hij kon geen afscheid nemen. Hij heeft lak aan de moderne tijden. U bent de man die alleen leeft. Ja. Zie ik. Veel comfort hebt u niet zo te zien. Ah, nee, absoluut. Ja, maar dat komt met mijn honden, hè. Ze bijten alles kapot. Ja, maar toch. Ja. Kun je zo leven? Dat is schamel, hè. Ja, maar. Boer Erik protesteert op zijn manier tegen de nieuwe tijden, waarin voor mensen zoals hij geen plaats meer is. Hij leeft in zijn eigen wereld. Hij doet wat hij wil. Zijn enige gezelschap zijn zijn honden. Voor zijn oude vader kocht hij ooit een televisietoestel. Maar sinds die 20 jaar geleden is overleden, heeft hij nooit meer gekeken. Erik koestert alle dingen uit het verleden. Hij gooit nooit iets weg. Hij koopt nooit iets nieuws.
Ik heb meer spit van het pot dat teloor gaat of dat rommelig is. Ik ben ouderwets analyt. Ik heb spit dat het wat te kwesten gaat door de ouders. Om een noemen dat mensen wat kapot maken, of als dat met ze doen, hier, die zetel dan zou steken binnen, dat vond ik spittig. Maar u laat het toch maar doen? Ja, maar ik weet nog nooit van wie dat eigenlijk is. Je kunt niet allemaal afstraffen van de fouten dat er ingemaakt. En dan kunt ze niet buiten houden, dat geldt niet. Ja, dat gaat niet. Het is een gewend van binnen te zijn. Je zou een mooie nieuwe luchter kunnen kopen in plaats van... Ja, maar ja, dat is maar defect. Nee, dat is herstelbaar. Ja, natuurlijk. Nee, met die drie lampen erin en een nieuw kabeltje. Ja. Dat is de herstelling. U herstelt het niet, u vindt het goed zo. Ja, ja absoluut. Ja, nee, dat is... bewust dat ik geen leven over dit. Vader en moeder, ja, mijn vader. En dat is mijn achter, mijn eigen moeder. En dat is hier mijn stiefmoeder. Ja. Ja. Wat zou je moeder zeggen wanneer ze nu zou zien hoe het hier allemaal uitziet op dit ogenblik? Ja. Zoals een niet wazen pijn. Is dat de wagen die we daar gezien hebben? Dat is mijn eerste citroen. Ja, wel. In het jaar 1954. Het komt erachter dat een regelmatig andere auto's. Dat komt eerst was het BMW. Eerst het BMW en toen Mercedes die ernaast staat. Staat er nog, ja. Nooit gedacht om de boel in te verkopen, want tot het einde van uw dagen kunt u toch niet blijven werken. Ja, ik neem aan dat het een zekere waarde heeft, zo'n bedrijf, dat u dat kunt verkopen. Ja, dat de grote waarde. Nee. Ze doen we zo tegen de stad. Het is praktisch ten al bovengronden. Nee, ja. Wel hier, alleen daarachter, de wingen. Het is ook een boontje hier. Daarnaast tussen, weer erover. De zetel van het bedrijf is bovengrond. Dus als u het zou verkopen, zou u een rijke man zijn? Ja, maar ja. Nooit aan gedacht om... waarom niet? Ten niemand met zijn geld begraven. Nou, wat heeft het nu zin om op zo'n groot bedrijf te blijven wonen waar je toch alleen bent? Er is ook een beetje prestige mee. Prestige kwestie. Ja. Ja. Omdat ik liever mezelf een baas blijven. Wanneer Erik het bedrijf en de gronden die binnen de ring van de stad Poperingen liggen zou verkopen, zou zich alles kunnen permitteren wat hij wil. Maar wat hij wil, is helaas niet te koop. De heropbloei van zijn geliefde, heerlijk geurende gewas, waarvan men bier maakt en waar hij zijn leven heeft aan verpand. De hop. De vergane glorie van het vroeger zo geliefde circus voel je meteen wanneer je binnenrijdt op een open plek aan de rand van de stad, waar een hele reeks oude circuswagens staan, maar waar geen circus te bespeuren is. Hallo. Goedendag. Goedendag. Dag Paul. Goedendag. Kom binnen. Hier woon je? Ja. Sta je altijd hier met de woonwagen? Hoe lang al? Dat is 40 jaar. 40 jaar al? Ja. Dus 40 jaar sta je... Op deze plek en woon je hier eigenlijk? Ja. Nadia en haar dochter Selma stammen uit een oude circusfamilie. Nadia heeft als jong meisje nog de glorietijd van het circus van haar ouders meegemaakt, maar haar dochter niet meer. Toch voedt ze Selma op als een echt circuskind. Ze vertelt veel over vroeger. Er waren nog salonwagens, die waren dan speciaal gemaakt. Waarvoor werden die gebruikt, die salonwagen? Je was maar als een burgemeester of de schepen of zo kwam, of familieleden en zo. Dan werd die daar ontvangen. Daar stonden dan de leren zetels in, met de gordijnen van vloeren die in een tijd en zo. Dat was echt heel... Ja, dat was dan de chic. Hè? Ja, dat was wel de chic. Mag je dan zeggen dat jullie eigenlijk rijke mensen waren, toch? Ja. Want zoals we zeggen, we schepten dan, ik weet dat nog als een kleinkind, geld met emmers. En dat was met emmers. Was. En geen, zoals ik verdien al verteld heb, niet met het waren papiertjes. Hè. Dat is ook het circus, maar dan zonder de façade. Het was ook te zien, normaal stond de façade altijd bij me. Je bent een echte geboren circusartiest. Ja, je bent in dat wereldje echt geboren en getogen. Ja, en generatie op generatie. Nee, ja, dat ben ik. Toen was ik een jaar of 10 zeker. Mis je dat niet, dat voor een publiek staan? Ja.
O ja, want het is dat die eigenlijk rechten houdt. Hè? Je grootvader was de baas van het circus? Ja. Je vader niet? Nee. Hij was wel artiest. Ja. Dus je moeder had uiteindelijk moeten. Ja, mijn moeder had moeten verder zetten, ja. Maar die heeft het niet gedaan? Nee. Nee, ze is niet meer begonnen en. Dan is alles beginnen vergaan, hè. De planken van het circus. Van de wassen. En het zeil en zo. Het was allemaal om zeep. Dat was in feite voor het circus. Er was een orkestje in en al, maar dat is niet al. We hebben dat moeten afbreken voor de woonwagen te kunnen zetten. En dan nog een woonwagen. Een beetje circuskleuren, zou ik maar zeggen. Ja, Maar echt meegereisd met het circus heb je nooit gedaan. Ja, nee. Wil je dat niet graag doen? Ja, absoluut. Ja. Maar ooit zal dat nog wel eens komen. Zo. Denk je? Dat was dus in feite de interieur van vroeger van de woonwagens. Dat is nog helemaal zoals het vroeger was? Ja, absoluut. Wie heeft hierin gewoond dan? Hier heeft mijn grootmoeder in gewoond. Dus die is vier jaar geleden gestorven. Het circus is al lang verdwenen. Maar toch wordt alles hier behouden zoals het vroeger was. Al tientallen jaren staan de wagens klaar om weer te vertrekken. De moeder kan haar verleden niet opgeven. De dochter heeft nooit meer van het circus gekend dan een aantal steeds verder aftakelende woonwagens. Ik vind het nou heel spijtig dat zo allemaal kapot gaat, hè. En wij kunnen er niks aan doen, want we zijn maar met twee, ik en mijn dochter. Maar heeft het zin om in een woonwagen te wonen wanneer die niet rijdt, wanneer die altijd stilstaat? Daar staat hier al 40 jaar, heb je mij gezegd. Ja. Ja, absoluut. Ik vind dat. Het is oud, het beweegt en misschien wel het gedacht van, we zal nog eens er weg mee moeten. Leeft dat nog ergens? Omdat het op wielen staat, zie je? Een meisje dat nooit een circus heeft gekend, bereidt zich ondanks alles voor op het circusleven. Misschien om de verloren droom van haar moeder toch waar te maken. Ja, ik heb geen afscheid genomen van het circus, hè. Ik wacht nog altijd af. Wat wacht je nog af? Dat er eens een contract komt dat zegt, kijk, kan ik weer eens een seizoen doen, hè. Want tenslotte met duiven moet je niet forceren, hè. Denk je ooit nog te kunnen optreden in het circus? Ja, als er geen open is, is er geen leven, hè. Ja? Nee, want anders zou ik mijn duiven er niet zitten hebben, hè. Maar je hebt al 15 jaar niet meer in het circus gewerkt. Ja. Maar we blijven maar hopen. Hè. Ja, dat moet, hè. Hij woont nu in een onopvallend huisje. Maar ooit stond hij als pianist naast de allergrootste. Nu speelt hij alleen nog in de kroeg. Toen Werner 15 was, werd hij wereldkampioen accordeon. Toen hij 20 was, had hij zijn eigen band. Artiestennaam Jean-Jacques. Mogen we eens kijken naar de foto's uit uw carrière? Was u al muzikaal toen u... Toen ik klein was, want ik zie je met een accordeon ook, als kind ook al. Ja. Trad u al dan op in het publiek ook, als knaap? Ja. Ik moest met mijn vader een biljart zijn. Ja. Accordeon spelen. 8 tot 9 uur per dag, joh. Jean-Jacques had ooit een eigen big band. Hij speelde in Oostende, Amsterdam, in Bremen, Wiesbaden, in Scheveningen. Hij trad op in casino's en grote hotels. Hij was een begenadigd pianist. Hij speelde samen met hele grote. Errol Garner was zijn idool en zijn partner. En ook Ray Charles. Dat was met Ray Charles. Ja. Jean-Jacques, de pianist. Heb je samengewerkt met Ray Charles ook? Ik speelde La Vie en Rose, Nannes Koof mee heb. En dus met de beste man. Ja. Dat heb ik me nog nooit gezien in zijn leven. Stevie Wonder ook niet, maar Ray Charles is. Yes. Ja. Zou maar zien. Ik ga van nu niet eens spelen, van je ook. Maar... Wanneer heb je Ray Charles voor het laatst gezien? 2 jaar alleen, in Den Haag. Met mijn vriendinnen. Mm-hmm. Een keer lang. 2 of 3 jaar is het. Ja. 2 jaar is ook goed. Hebt u dan nog in Den Haag gewerkt?
tweede jaar geleden? Ja, ik heb Jor gespeeld in, noemt dat weer, het Promenade Hotel. Ja. Ik heb op buiten gevlogen, zeker te veel gezopen of voor kwart, ik weet het niet. Ja. Moet je eens verder kijken naar... Trini Lopez won. Trini Lopez, dat is, ook, dat is ook lang geleden, ja. En staat u daarbij of is dat nee? Ja, dat zeg ik. Dat bent u. Nee, ik zorg er nog goed in. Dat bent u. Oei, je bent wel veranderd, moet ik zeggen. Is beter nu? Veel beter, ja. Dank je. Speel je niet meer? Maar ik kon niet lang meer spelen. Maar speel beter dan vroeger. Voel je dat, hè? Wel is dat... Die heb de routine gespeeld of wat. Ja. Ik zou graag van mij aan een keer iets spelen voor u. Dat gaan we zeker doen. Dank u. Wat zou u graag spelen? Ray Charles. Ja. Werner speelt nu in cafés, voor zover hij niet wordt uitgegooid. De big band behoort tot lang vervlogen tijden. Jean-Jacques bestaat niet meer. In zijn stamcafé speelt Werner met zijn vriend Rudy, een jonge klassiek geschoolde pianist die hem helpt. Rudy wil samen met Werner optreden. Maar of het ooit zover zal komen, is niet zeker. Werner is een verbitterd man. Heeft Werner jou verteld over zijn carrière vroeger? Ja, Werner heeft een keer een hele avond verteld over zijn roemrijke carrière. En ja? Ik moet zeggen, hij heeft echt een hele mooie carrière gehad als pianist. Ik heb het gevoel dat hij daar niet zo graag over spreekt, over de carrière vroeger, Werner. Waarom niet? Ik zou wennen. Ja, maar toch met je vrienden op café spreek je er wel over. Ja. Hm? Heb je het gevoel dat ergens dat hij daar niet graag meer over praat? Over de wel, ja. Ik denk dat hij geen mee heeft naar die tijd. En ik heb geen mee. Nee? Ik voel me goed in mijn vaan, maat. Waarom vertel ik je dat? Ik speel beter dan vroeger. Waarom vertel je dat met je vrienden over je carrière vroeger? Ik heb geen vriend. Ik heb kennis. Ja. Vertel eens over je tournee met Petit Le Clark. Ik vertel niks. Nee. Waarom dat is ook zeuten. Je hebt dat toch... Mooi zwingen, of kom nou eens spelen. Heb je een carrière met Petula Klaak? Ja, hij heeft een paar dat trakt heb geen kloon. Gedaan. Dat moet ik in Vlaanderen, in België, in Nederland, met Petula Klaak, met 10 muzikanten. Dat was het hoogtepunt van zijn muziek. En kom, kijk, ik heb mijn hoogtepunt aan. Hij heeft wel veel hoogtepunten gekend. Ja. Hij heeft echt een roemrijke carrière. Mag er toch vier op zijn? Ik wil er niet vier op. Waarom zou er niet vier op zijn? Waarom niet? Waarom? Waarom zou er niet vier op zijn? Spel maar iets muziekje. Hoe komt het uiteindelijk dat er dan de carrière op een of andere manier gebroken is? Dat er een carrière is niet gebroken? Begin nog maar. Ja. Hey, maat. Nu, op muziek staat er geen leeftijd in feite. Dus hij heeft altijd blijven muziek spelen met de middelen dat hij had. En ik heb daar wel bewondering voor, want hij is een heel goede pianist. Als we mogen, dan eens gaan vragen. Ja, vraag een keer neer, achter u. Okay. En wat voor publiek speel je dan hier in het hotel? Oh, ja. Ik speel in de routine alle dagen samen te zien. Ja. Hoe kan jij spelen? Ja, dag meneer. Uitstekend. Welkom in het hotel hier. Dank je. Kijk je meneer... Nee, niet eigenlijk. De niet pianist, eigenlijk. De grote pianist. Meneer Moend. Aangenaam. Dat is een nieuwe directeur. Dat, ja? Dat is een... U kent de directeur hier? Guido. Dat is de vriendin van mijn dochter. Ja. Werner, zou je graag een stukje spelen hier? Heeft hij vroeger veel gespeeld, zegt hij? Ja, natuurlijk. Wist kan u dat? In onze baak. Ja, ik heb dat veel gezegd, ik ken hem persoonlijk niet, nee, maar ik heb het... Dat was voor uw tijd. Dat moet je zijn nas, bedoel. Ja, je was geen directeur in de tijd toen hij hier speelde. Dat is geen klauw, hoe kan spelen? Werner was ooit huismuzikant van het casino van Oostende. En toen speelde hij ook vaak hier, voor een publiek dat hij eigenlijk verfoeide, omdat het altijd weer hetzelfde wilde horen. Maar nu speelt hij eindelijk wat hij wil. Voilà, die eerste nummer speel ik voor mijn vriendinnen. Ja. Ja.
kan mij aanstellen ook en zeggen, zo heen dat de mensen naar mij komen opfokken, dat ben ik goed naar jou. Ook heb ik mijn hoofd aan mijn piano, dat is mijn werk. Ik vind dat gisteren, als ze zeggen tegen mij, we zijn een clochard op het rond. Ook ik nu ongewassen of ongescoord, maar laat mij lopen, niet. Dat is mijn leven. Niet. Moet ik geen nemen en geen plastron gaan nemen voor jullie zeker? Is het een keuze die je gemaakt hebt? Of is het eerder een speling van het lot dat je nu als een clochard een beetje rondloopt? Nu kan ik niet antwoorden. Zeg dan is het een keuze die je gemaakt hebt? Of is het eerder door een tegenslag dat je nu clochard geworden bent? Ik ben geen clochard. Of dat je zo rondloopt, zou ik zeggen, zoals je zelf zegt. Ik loop het zo geen. Ja. Ik vind dat tof. Ik vind dat niet gisteren. Ook spelen is... Het is aan mijn tijd, niet? Is het, maar het is niet uit financiële noodzaak dat je in een probleem gekomen bent? Oh, dat maakt niks uit. Moet je aan de grond zitten of in Sheraton spelen of in Hilton of vier, fuck dat mijn kloot aan. Ik ben winner. En ik ga winner bluffen. En wie nu de grote Jean-Jacques wil horen spelen, hoeft maar na diens stamcafé te gaan en hem een biertje te trakteren. Op een domein van 130 hectare staan een 18e eeuwse hoeve en een landhuis. Sinds haar man is overleden woont de vrouw des huizes hier helemaal alleen. Ze wil van geen wijken weten. Ze vecht al jaren om het landgoed te behouden zoals het is. Eén keer per jaar komt de zus van de vrouw op bezoek. Goeiedag, dames. Goede waakhond. Mevrouw Wilsens. Mevrouw Huytens. Ja, Wilsens is mijn meisjesnaam. U bent zussen allebei. Ja. Toen Marianne Wilsens en haar zus Luus jong waren, was dit het buitenverblijf van de familie. Heeft het nog dezelfde sfeer die het vroeger had, het huis? Ja. In het oude landhuis is de tijd blijven stilstaan. Aan de muur hangt een indrukwekkend portret van Jacques Huytens de Terbeck, de overleden man van Marianne. Bent u van adellijke familie dan? Ik niet. Ja. Maar mijn man was ridder. Ja. Ridder Huytens de Terbeck. En uw man is overleden intussen? Ja, in 1994. Hebt u met uw man hier ook gewoond dan? Oh ja, 35 jaar. Ja. De grootvader van Marie-Anne kocht het domein in 1909. Als kind woonden ze in Luik, maar de familie bracht hier de vakantie door. Marie-Anne studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit van Luik, uiteraard in het Frans. Haar passie is nog altijd de Engelse poëzie. Draw yourself up from the light of the moon and let them pass. As they will too soon, with the blackbird's tune... No, with the beanflower's boon and the blackbird's tune and May and June. Van? Browning. Leest dat nog, die poëzie? Ja. Browning is een van mijn lievelingspoëten. Is het daarom ook dat u hier naartoe gekomen bent, omdat u ergens toch die sfeer die u in de poëzie, waar u zo van houdt, dat u ook hier een beetje voelt? Ja, poëzie schuilt overal, mijn vrienden. Het is de vraag maar wie ze al, wie ze niet kan vinden. Ja. Zoveel volk hier. Toen waren we met veel. Het zijn allemaal leden van de familie, kinderen? Ja. Wij zijn de kinderen die daar aan het spelen. Een idee van wanneer, welke periode die foto dat 1912. Dat waren mooie dagen, mooie tijd, de vakanties hier. Ah ja, dat waren natuurlijk ideale vakanties. Dit is allemaal nog uw eigendom. Andere kant, daar is... dat zijn de winterkwartiers van de beesten. Ja. 35 jaar geleden besluiten Marie-Anne en haar man zich hier terug te trekken en aan veeteelt te doen. Kom! Dat is antwoorden, hè? Ja. Kennen u? Marie-Anne doet aan biologische veeteelt. De koeien leven als het ware in het wild. Ze krijgen geen hormonen of industriële voeding. De gezonde, magere beesten zijn puur natuur, maar ze zijn moeilijk te verkopen. Marianne doet al het werk alleen. Ja, dat was een beetje een ideaal, hè? Om dit te behouden. En dat is gelukt tot nu toe. Tot nu toe. U hebt het kunnen behouden. Ja.
En ik zou graag dat het na mij nog verder kon gaan. Hebt u opvolgers of iemand die het na u zal overnemen? Nee. Ik vind misschien zo iemand, hè. De indrukwekkende bijgebouwen van het domein, waar vroeger een drukke activiteit heerste, zijn al jaren verlaten. Hier moet je niet over die planken gaan, want ja. Het is gewoon een kelder en de ja. Planken zijn op. De ruïnes en de oude landbouwmachines zijn getuigen van de rijkdom van Weleer. Maar Marianne geeft de moed niet op. We hebben nog altijd het gedacht dat er iets van te maken. Dan moet u het laten restaureren. Ja, we zijn stilaan bezig voor zover de financiële middelen er zijn. Want dat duurt al 30 jaar. 30 jaar bent u al mee bezig. Dat is een levenswerk bijna. Ja, het is zo. Hier is een boom op tak gevallen en niemand wil het afzagen. Oei, dat ligt er nog op, zie ik. Ja. Wanneer is dat gebeurd? Oh, het is al bijna een jaar. Maar ik heb al veel mensen gevraagd. Tot nu toe hebben we niemand gevonden die het wou doen. Ook het prachtige landhuis zelf is aan een opknapbeurt toe. De dakgoot is voorlopig hersteld met plasticfolie. De zus van Marianne woont in Zwitserland. Ze komt 1 keer per jaar hier naartoe en zij wordt nog veel meer geconfronteerd met de teleurgang en het verval. Doet het niet een beetje pijn als je ziet dat dit mooie huis aan het vervallen is? Ja, een beetje, ja. En ook, het was zo mooi toen we jong waren. Hè. Dat was helemaal onderhouden. En, dat is niet aan te doen. Nee. Omdat het financieel niet haalbaar is, het echt het onderhoud van zo'n huis. Dat zou hier, ik denk, miljoenen zijn. Zijn er nog geen kopers opgedoken die het huis willen kopen? En die het domein willen kopen? Ja, dat zijn er heel veel. Dat zal. Heel veel. En ook langs omwegen. U bent nog niet bezweken voor een mooi bod op het huis? Ik ben 70 jaar. Wat zou ik nog doen? Ergens een ander goed gaan kopen. Omdat ik wil nu op de buiten blijven leven. Het heeft toch een grote waarde. Het domein zoals hier is zal zeker een domein zijn met een grote waarde voor iemand die dat zou willen verwerven. U zou dan kunnen een rustige oude dag beleven ergens en voor de Côte d'Azur. Bijvoorbeeld. Nee. En trouwens, als dit gerangschikt is, dan heeft het veel minder waarde. En het is op de punt van gerangschikt. Dus u wil het laten klasseren, zal ik zeggen? Ja. Omdat het zo altijd moet blijven zoals het is? Ja. Ik was hier. Ja. Voilà. Dat is plus loin. En ik moest hier zijn. De kleine meisjes van toen zijn intussen oude dames geworden. Maar het domein is niet veranderd. Het zal hen overleven en het moet beschermd worden zodat het altijd zal blijven bestaan zoals het is. Een van de bekendste kastelen in Limburg is het 16e-eeuwse kasteel van Heers in Maaslandse Renaissance. Het is niet toegankelijk voor bezoekers die tevergeefs komen aankloppen om dit unieke stukje bouwkundig erfgoed te bewonderen. Het kasteel is nog bewoond en de bewoner laat geen ongenodigde binnen. Het is burggraaf Michel de Maizière, een telg van een oude adellijke familie die ook bindingen heeft met de Spaanse adel. Het indrukwekkende kasteel baat in een waas van nostalgie en vergane glorie. Burggraaf de Maizière, blij te ontmoeten. Ja, ik ook. Dat is al een... Dit is het ouderlijk huis. U bent hier ook geboren. Nee, ik ben in Sevilla geboren. Sevilla. En hoe bent u hier terechtgekomen? Omdat mijn vader had mijn moeder kennis gemaakt in Sevilla. Ja. Omdat mijn vader en moeder zijn familie. Ja. Ze zijn cousins. Ah, zo. Ja. En dit is het binnenplein? Ja. Van wanneer dateert het kasteel? Dit gebouw was gedaan in 1520. Ja. En u hebt daar een oldtimer staan, Alfa Romeo, zie ik. Ja.
Ja, is die van u? Die is van mij. Ik heb ze gehad in de jaren 60. Ja? Ja, in 5 of 66. Ja. Bent u een wagenliefhebber? Een liefhebber van mooie auto's, ja? Ja. Maar uw jeugd hebt u niet doorgebracht hier, of wel? Wat? Uw jeugd hebt u ook hier doorgebracht? Ja, ja, natuurlijk. We waren zeer weinig in Sevilla en bijna altijd niet. Verstaat u? Dus dat was hier. Nooit uniek. Dat is een echte Formule 1-wagen, dit. Ja, min of meer. Een echte racewagen. Maar ziet u, veel van die stukken worden hier met Harry Melon gemaakt en gelast. Andere stukken heb ik natuurlijk zelf gemaakt, ja. Het is dan simpel, zie, ik heb geen motor niet meer, dat is... Tja. Ja. Hoe oud is die wagen, weet u dat? Deze heb ik gedaan in 52. Ja. Ja, dit is de vleugelbaan. Waar uw grootmoeder dan gewoond heeft? Ja, dat is de kartier van mijn grootmoeder geweest. En hier zijn we in de verhuizing. Ja, dus nog wel, zie ik. En u woont... Er zijn uren en uren nodig om te kunnen... En u woont hier ook ergens? Ja, ik woon hier, want ik kom van Sevilla. Ik heb maar deze plaats hier een beetje... U woont hier... dat is uw woonkamer? Ja. Dat was de kamer ook van uw grootmoeder dan vroeger? Dat is van mijn grootmoeder geweest. Ik heb ze altijd zo gekend, ze hier ziet. Wat ze nu is nagenoeg volledig intact gebleven, zoals toen ze bewoond werd door de grootmoeder van de burggraaf. Zijn moeder, de adellijke Spaanse Carmen Rojas y Solis, bewoonde een andere vleugel van het kasteel. En sinds ze een jaar of 3 geleden is overleden, is de burggraaf op zoek naar de voor hem meest geschikte woonruimte in dit immense kasteel. Alles in deze kamer verwijst naar een roemrijk verleden. De burggraaf is via zijn voorouders verbonden met de grootste adellijke families van het land en van Europa. Mijn grootmoeder was de oudste van familie de Ribeaucourt, ja. En hij was zeer dikwijls met zijn broeder Robert de Ribeaucourt. Die kwam altijd hier, zeer dikwijls, ja. Ook een mooi kasteel in Perk. Ja, het kasteel van Perk ben ik zeer dikwijls geweest, ja. Hier ben ik met mijn grootmoeder en mijn lerares. Dat was een privélerares? Die... Ja, privélerares. Die was voor de oorlog om ons te leren. Maar de lerares, woonde die hier ook dan op het kasteel? Ja, ja, die is hier gebleven met ons, ja. En we leerden natuurlijk veel meer... Aangenaam en gezellig dat in een school. Het moet toch wel duur geweest zijn om zo'n lerares, privélerares te betalen? Dat kan zijn, maar in die tijd... Dat was nog te doen, natuurlijk. Mijn grootmoeder had een antieke auto, een Minerva. Dan natuurlijk was ze een mechanicien. Dan een jonge mechanicien. Het was de vrouw die diende voor het eten te gereed maken. Een school diners met 2 meisjes voor haar te helpen. En het waren nog enige personen voor het kasteel. Er was een schreemaker, een timmerman. Die was altijd hier aan het werken, ja. De burggraaf is niet alleen een grote liefhebber van sportwagens, maar ook van klassieke muziek. De sportwagens kan hij helaas niet meer betalen, maar de muziek is op dit ogenblik zijn belangrijkste bron van geluk. Tot de vorige generatie hoefden de leden van deze adellijke familie niet te werken. Men leefde van de opbrengst van de landerijen. Er werden grote diners en feesten gegeven. Nu leeft de burggraaf alleen in een van de 100 kamers. Is het eigenlijk uw woonkamer en slaapkamer dat is tegelijkertijd? Nu, in het moment mijn slaapkamer en woonkamer en ook voor mijn papier. Ik heb een fax, ik heb de muziek ook hier. Maar dat zal niet duren. Dat zal in een vriend... kamer zijn. Als ik uitgenodigd iemand, ik zal ze hier laten slapen. En ik zal leven in een andere plaats die in de toren is. Na de dood van zijn moeder koos de burggraaf voorlopig voor de kamer van grootmoeder. Maar hij heeft plannen om een andere vleugel van het kasteel in te richten als appartement. Voorlopig zijn het alleen maar plannen.
De burggraaf leidt me naar een kamer in een van de vele torens. Toen hij jong was, had hij daar zijn hobbykamer. Van dat deel van het kasteel wil hij nu een bewoonbaar appartementje maken met een minimum aan comfort. De ingenieurpaard is daar, hè? Ja. Dan zal ik ze daar zetten. Ik heb nog veel... Dat is mijn eerste vliegmachine. Dat is een kleintje. Dat is van deze machine. Ziet? Ja. Hij is niet gedaan. En die anderen hebben zoveel accidenten gehad. Ja. Het is ongelooflijk. Werkt u er nog aan of is dat voorbij? Ik zal ze ook repareren, maar nee. Er zijn zoveel dingen te doen. Vindt u het niet spijtig dat u hier toch in min of meer primitieve omstandigheden moet leven? Dat het hier zo... Ja, ik heb dat ook gekend vroeger. Wanneer ik ben van Spanje gekomen, waar je dan zeer, zeer koud hier was... Ja. Later natuurlijk, de leven was veel meer aangenaam, maar in het begin was het koud hier. En... Maar nu is het ook koud. Je hebt geen verwarming ja, hier op het ogenblik. Kijk, ik heb dat gekocht in een zeer moderne verwarming. Ja. Die gaat met gas. Ik zal geen probleem niet meer hebben. En het werkt al of het werkt nog niet? Maar het werkt nog niet, omdat de schouwen moeten vernieuwen en die zijn verstopt. Dus voorlopig hebt u toch nog geen verwarming. U zit hier toch in de kou. Ik ben hier voor te sterven. En gaat dat? Hebt u niet te veel, niet te erg ja, koud? In het begin was ik... Dat was spijtig, maar dan, nu ben ik gewoon, ja. Men moet zeggen dat in een leven... Men moet zich sacrifieren voor de huis. In het leven moet men zich opofferen voor zijn kasteel, vindt de burggraaf. En dat doet hij in de letterlijke zin van het woord. Er is geen geld om dit prachtige domein te onderhouden. En de burggraaf die nooit heeft moeten werken, maar die wel altijd als hobby aan auto's heeft gesleuteld, wil nu zijn kasteel herstellen met eigen handen. Alleen al om het dak te herstellen moet al op zichzelf een fortuin kosten. Dit kost een fortuin omdat een vierkantige meter van ardoise verplaatst kost in de... 4.000 of 6.000 frank. Per vierkante meter? Ja. En hoeveel vierkante meter is het dak, weet u dat? In het totaal zijn er 10.000 vierkante meters, ja. Dus dat is al op zichzelf. Ze zijn allemaal versleten. Men moet alles aan zero beginnen, ja. Nee. Dat is zeer, zeer pijnlijk, natuurlijk. Dat is dus eigenlijk de herstelling van het dak? Ja. Dat doet u zelf? Ja, dat heb ik zelf gemaakt, omdat het was zo lastig te laten... Voilà, dat is de methode. Ja. En dat doet u allemaal zelf dan? Ja, ja, ja. Ik heb dat in een vriend heeft mij geduld gehad voor mij te laten zien hoe moest dat gewerkt zijn. En ik doe het mijn beste natuurlijk. Als men kon het zo veel plaatsen te repareren, dan waren ze definitief gerepareerd. Maar het is zo groot, als u dat allemaal wilt doen, dan gaat het een levenswerk zijn om het alleen om het dak te herstellen. Ja, dat is toch zo, hè? Ja, ja. En ziet u, dat kan men plaatsen zonder naar een dwaasweg te nemen. Ja. We plaatsen dat op en dan we nagelen die latten. Ja. Voor enige jaren, voor misschien 20 jaar zijn we gerust. In die tijd gebeurt toch iets anders, hè? Ik zal toch niet altijd leven, hoor. Ja. Maar dat is op de leien. Op de leien van het dak. Dat ligt erop. Ja, dat is op de leien. Roofing, of wat is het? Ja, dat is roofing, ja. Zou het dan niet beter zijn voor u om het kasteel te verkopen? Als u het zo moeilijk is om het te onderhouden? Ja, heb je daar nog niet aan gedacht? We hebben altijd aan dat gedacht, maar dat is in een zware beslissing te nemen. Het zal zeer triest zijn als men moet zo'n huis verkopen. Zou het moeilijk voor u zijn om het te verkopen? Zou het een moeilijke beslissing zijn? Ja, dat zou een zeer lastige beslissing zijn. En het is ook zo dat het kost toch niet zoveel in een kasteel. Het interesseert weinig mensen. Kopers vinden voor dit historisch kasteel is bijna onmogelijk. Het onderhouden ook. Maar in de vele zalen die vroeger werden gebruikt om gasten te ontvangen... om feesten en concerten te geven, zijn er nog heel wat schatten uit het verleden te vinden. Maar de burggraaf verkoopt niets. Hij kiest ervoor om het erfgoed te behouden. Hij wil er eerder samen mee ten onder gaan dan het in handen van anderen terecht te laten komen. De burggraaf geeft de strijd niet op.
Dat is van mijn broeder, zijn zeer. Het heeft toch allemaal een grote antiekwaarde eigenlijk, als het hier staat. Hè? Ja, dus, als je dat bekijkt in een antiekwinkel, is dat toch, zijn er toch allemaal dingen die heel veel waard zijn? Ja. Nooit aan gedacht om, ja, nooit aan gedacht om niet te verkopen? Nee, dat is spijtig. Dat is van mijn broeder. Ja. Gelooft u dat het gebouw nog terug zal in zijn goede staat zal geraken? Ja, ik ben zeker dat binnen 2 jaren... het gebouw zal beschermd zijn. Ik zeg niet dat het zal vernieuwd zijn. Maar geen kwaad meer zullen komen. De buitenkant van het omwalde kasteel is indrukwekkend. Maar wie toekijkt, wordt ook hier geconfronteerd met het verval. Ook hier heeft de burggraaf plannen. Of zijn het dromen? Dit is het eerste ding dat het moet nu gedaan worden, dat zijn die cornichen daar te repareren. Ja. Met ik weet niet wat voor een stelling. Ja. En dan, ik zou graag in een kleine balkon in dezelfde idee van deze terrassen daar zitten. Voor het moment dat nog in een stuk steen moet vallen, dat valt niet over de terrassen, zal vallen over de kleine balkon. En je ziet dat het is een basis van een balkon daar. Ja. Krijgt u nog bezoek hier? Van? Soms tijd, maar in deze moment met die koud kan ik natuurlijk niemand laten komen. Dat is zeker. U hebt geen kinderen, u bent alleen? Nee, ik ben helaas alleen en ik had geen kinderen gehad. Ik ben getrouwd geweest 4 jaar. Of 5 jaar. Ja, en gescheiden terug? Of uw vrouw is overleden? Of, Nee, ik ben. Mijn vrouw leeft nog, is terug getrouwd met een diplomaat. Ja. En u bent u al lang alleen? Ja, van het jaar 76. Ik dank burggraaf Michel de Maizière voor de moed die hij heeft gehad om te tonen wat er aan het gebeuren is met zijn erfgoed. Zijn erfgoed, dat in zekere zin ook het onze is.